Ben Kramer heeft altijd met een onverschrokken blik naar de dood gekeken, zonder enige vrees. Zijn filosofie is doordrenkt van de overtuiging dat de dood een toestand is waarin je zelf niets meer ervaart. In een openhartige bekentenis aan Story deelde hij zijn gedachten hierover: Het is triest voor degenen die achterblijven, omdat zij moeten omgaan met het gemis. Maar voor degene die heen gaat, merk je er zelf niets van. In zijn reflecties op zijn eigen sterfelijkheid hoopt Ben Kramer op een waardig afscheid vastgelegd in de herinneringen die anderen van hem zullen koesteren. Hij deelt zijn wens dat de nieuwsbulletins iets positiefs over hem zullen zeggen en echo van waardering voor het leven dat hij heeft geleid. Want, zoals hij het uitdrukt, is dat niet uiteindelijk wat iedereen verlangt? Opmerkelijk genoeg heeft men niet alleen vrede gevonden in de acceptatie van de dood, maar heeft hij ook vooruitgedacht en zijn nalatenschap zorgvuldig geregeld. Zijn testament en uitvaart zijn minutieus vastgelegd inclusief de keuze voor muziek die een rol zal spelen op zijn laatste reis. Hij verkiest een crematie boven de traditionele begrafenis, de koude grond vermijdend. Het is een beslissing doordrenkt met persoonlijke voorkeur en een doordachte keuze. Een bijzonder aspect van zijn voorbereiding is het mysterie rond de gekozen muziek. Ben Kramer heeft ervoor gezorgd dat zijn levenspartner, Carla, geen idee heeft welke melodieën zijn laatste momenten zullen begeleiden. Een verrassing die pas wordt onthuld wanneer hij niet meer in staat is om het zelf te delen. Het is een subtiele, emotionele nalatenschap die hij aan haar overlaat, een laatste cadeau van liefde en herinnering. Met deze openhartige en bedachtzame benadering van zijn eigen sterfelijkheid laat Ben Kramer zien dat het leven niet alleen wordt geleefd, maar ook met zorg en aandacht wordt afgesloten. Zijn verhaal dient als een testament voor de kracht van voorbereiding, liefde en de hoop op een blijvende waardering voor het geleefde leven.